Tom is een avontuurlijke jongen van 5. Afgelopen zondag loopt hij met zijn portemonneetje zo de deur uit voor een bakje... kruidenbroodje. Waarom? Gewoon. Kleine Tom loopt kilometers door Beverwijk, terwijl thuis de paniek uitbreekt. We hebben opa's en oma's gebeld, vrienden van vrienden. Dus ik denk dat er een man of 16 zo op de fiets zat en op zoek naar Tom inderdaad. En je denkt van, waar is mijn kind? Tom die is zich van geen kwaad bewust en koopt zelfs nog een pakje kruidenboter. Bij de cachère gaan geen alarmbellen rinkelen. Maar dan, ruim anderhalf uur nadat hij weg is, spreken drie jongens Tom aan op het Meerplein. Een vriend van Ellen ziet het groepje staan en belt haar op. Dus we werden op een gegeven moment zat ik midden in het bos en toen werd ik gebeld met het verlossende bericht. We hebben hem, hij is gevonden en hij komt nu naar huis. Ja. Wat voor gevoel gaf dat? Ja, ontlading. Ja. Ja, dan ben je gewoon heel blij. Tom is gelukkig veilig, maar Ellen heeft de drie jongens die hem hebben gevonden nooit meer gesproken. Ze is naar ze op zoek. Ze zijn gewoon een voorbeeld voor de maatschappij. Aangezien hij zo'n flinke route heeft gelopen en hij door niemand aanstaande is gehouden, pas hier, denk ik van ja, weet je, dan mogen ze wel even een hand krijgen van, van zijn ouders zelf. Dus dat wil ik graag doen, dus ik hoop ze wel te vinden. En we zijn gewoon blij dat hij veilig weer in zijn bedje sliep gisteravond. Dus. Ja. En we gaan het niet meer? Nee, doen. Nee, nee. Ben jij een van de drie jongens die Tom afgelopen zondag tegenkwam? Mail naar internet@nhmedia.nl.